Ik ben hier vandaag op bezoek bij een tomatenteler in het Westland, in Honselersdijk. Ik ben benieuwd hoe de tomaten hier precies in de kas worden verbouwd en welke bestrijdingsmiddelen ze daarbij gebruiken. Even kijken of ik de kweker kan vinden. Dag! Hey, goedemiddag. Hoi. Hi, ik ben Roy. Jos Vermeel, welkom. Dankjewel. Als ik dit zo zie, dan ik ben meteen benieuwd van waarom groeien tomaten, waarom worden ze gekweekt in een kas en niet gewoon buiten? We hebben een schitterende kas en daar in die kas kunnen we de hele temperatuur, de klimaat, de luchtvochtigheid kunnen we helemaal controleren, kunnen we sturen door middel van de hulp van de computer. Mm-hmm. En voornamelijk wat heel handig is in zo'n kas, dat we ook de hele biologie, het biologische systeem met de plagen waar wij last van hebben, dat kunnen we ook onder controle hebben en kunnen we sturen. Voor de tomaat, wat zijn dan eigenlijk de voornaamste plagen? We hebben meerdere insecten waar we last van kunnen hebben. Voornamelijk de witte vlieg en die groene bladluis. Daar kunnen we fors last van hebben. En daar hebben we allerlei soorten sluipwespen voor om die schadelijke insecten te bestrijden. Maar hoe werkt dat dan? Ja, kijk, die sluipwespen die hebben wij in flesjes zitten. En die beestjes die strooien we op het blad. En die bestrijden de witte vlieg. Ja, de groene beestjes die aan het kruipen zijn. Ja, en die kunnen echt de witte vlieg als het ware een soort opeten. Dus oké, dat doe je allemaal tegen de witte vlieg. Ja. Maar wat doe je dan tegen de groene luis? Daar hebben we weer een ander insect voor. Dat gaat op dezelfde manier. Die insect die kopen wij, die bestellen we. En die strooien wij dan, zeg maar, kijk, daar komen ze al op die graanpol. En die beestjes gaan weer de groene luis bestrijden. Deze soort van sluipwespen eten dan weer de groene luis op? Ja, en het zijn allemaal insecten. Mm-hmm. Mm-hmm. Geen wespen, maar insecten. En dat noemen we sluipwespen. Oké, helder. Jos, wat zijn eigenlijk die gele platen die daarboven hangen? Die gele platen zijn vangplaten. Daar kunnen wij extra witte vliegen mee wegvangen. We gebruiken het ook als controlemiddel. Iedere week controleren wij die vangplaten. Mm-hmm. En kunnen zien of daar extra witte vliegen bij zijn gekomen. Als we dat constateren, dan kunnen we extra sluipwespen in de kas brengen. En dan kunnen we dat evenwicht op goed niveau houden. Maar dat inzetten van sluipwespen, biologische vijanden, is dat niet veel duurder eigenlijk dan gewoon chemisch plagen bestrijden? Ja, in feite is het veel duurder. Al die insecten moeten we allemaal kopen. Maar wij willen in Nederland willen we gewoon een puur, gezond, maar vooral een schoon product telen. En daar zijn we sterk in. Mm. En ben jij dan de enige tomatenkweker die zo werkt? Ja, in feite, wij telen al 3 jaar lang zonder chemische middelen. Oké, 3 jaar. Ja, maar in feite, mijn collega's die werken allemaal met een geïntegreerde teelt. Dus die werken allemaal maximaal biologisch met de hulp van biologische bestrijders. En als laatste redmiddel kan er altijd nog een paar planten chemisch bestreden worden. Maar dat stelt eigenlijk niet veel meer voor. Maar als ik dus een Nederlandse tomaat koop, dan weet ik gewoon zeker, er zit nauwelijks of helemaal geen bestrijdingsmiddel op. Ja, het is gezond, verantwoord en dat kun je gewoon gezond eten. Dankjewel voor de rondleiding. Ja, ik vond het hartstikke leuk en interessant dat je hier op bezoek bent geweest. Ik heb voor de kids nog een heerlijk snoeptomaatje van de Tommy's. Hey, alsjeblieft. Leuk, dankjewel. Als je nou nog meer wil weten over bestrijdingsmiddelen of over geïntegreerde teelt, ga dan naar www.allesoverbestrijdingsmiddelen.nl. Dankjewel, tot ziens.